Goedemiddag allemaal. Het wordt de reading voor de tweelingen augustus 2020. Het is een algemene reading. Voel zelf maar of je er iets mee kunt of niet. All good. Dus laten we beginnen met de reading voor de tweelingen voor augustus 2020. Ja, kwetsbare roos staat er op de eerste kaart. Kwetsbaar en gevoelig, dat klopt wel, denk ik, hè? Kracht. Ik heb het gevoel dat jullie je op dit moment niet zo heel krachtig voelen. En dat komt door bepaalde dingen die er aan het gebeuren zijn in jullie leven. Vooral om je heen. Dingen die om jou heen gebeuren. Terwijl... terwijl het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is dicht bij jezelf te blijven. En... kracht aan jezelf te geven. Er is niemand op de wereld die jou zo erg nodig heeft dan jijzelf. En je bent te veel bezig, heb ik het gevoel, om alles om jou heen te sturen, een bepaalde plek te krijgen. En dat is niet de bedoeling. En daarnaast ligt de kaart illusie. En ik weet niet in hoeverre jij ergens in gelooft of ergens niet in gelooft. Voor mij is de illusie eigenlijk alles wat we geloven... wat met dualiteit te maken heeft, met het ego, dat is een illusie. Er is veel meer dan dat. Kijk, en als je dat nog niet op die manier bekijkt, als je de wereld nog niet op die manier bekijkt, maar je bekijkt hem zwart-wit, je bekijkt hem, ja, dat is wat ik zie, dus dat is de waarheid en er is geen andere waarheid, dan is het ook moeilijk om krachtig te zijn of in je kracht te voelen staan, omdat je dan geen controle hebt zelf over je leven. Dat denk je dan. Want als je op die manier denkt, dan overkomt alles je en dan heb je geluk of ongeluk en dan ben je slachtoffer als er dingen gebeuren. En dat is nou net de illusie. Dit is best een pittig onderwerp, zeg maar. Dus ik wil hem proberen zo nuchter mogelijk over te brengen voor jou. Zodat je misschien iets voelt als je ergens mee zit of als er dus dingen gebeuren momenteel waardoor je je eigenlijk niet zo fijn voelt. Want dat is het gevoel wat er bij mij naar boven komt. Dan is dat omdat je je dus een soort van slachtoffer voelt van de situatie. Van situaties of mensen. In ieder geval alles buiten jouzelf. En... de illusie is dat eigenlijk alles wat er gebeurt, en dat is moeilijk om te horen, want ik ben daar toevallig kort geleden nog mee geconfronteerd, is dat alles wat jou gebeurt, dat gebeurt om een reden. En als iemand jou iets aandoet,
dan heeft dat iets met jouzelf te maken. En ik wil niet zeggen de schuld van iemand, dat het iemands schuld is. Nee, maar als iemand jou kwetst of als iemand jou verdrietig maakt, dan zou je eens bij jezelf moeten gaan kijken van hoe kan het? Wat is mijn aandeel in dit hele gebeuren? Kijk, als je al bijvoorbeeld een weerstand voelt van ja, nee, maar het is gewoon zo, dan is het ook helemaal goed en dan hoef je hier ook verder niet naar te luisteren. Dan is het helemaal prima gewoon zoals het is. Want verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is heel moeilijk. En dat doet pijn en dat willen we niet. En dan worden we boos en gefrustreerd. En dan, nee, ik wil het niet horen, laat maar. Dat is ook helemaal goed. Maar toch, als je echt graag van dat kutgevoel af wil, probeer dan echt eens te kijken van waarom dingen gebeuren. En dan door naar jezelf te kijken, door naar je eigen acties of misschien de dingen die je zelf zegt, door je dus te proberen in te leven in de ander, waarom de ander op die manier reageert. Want de ander is alleen maar een spiegel van jou. De ander bestaat niet. De ander is een illusie. En dat is super moeilijk als je daar. Ik ben ook een heel nuchter mens. Dus toen ik dit allemaal begon te begrijpen, toen dacht ik ten eerste dat ik helemaal gek was geworden. Echt waar. Ik dacht, mijn vader en moeder gaan me in een psychiatrische inrichting opsluiten. Want ik kan allemaal niet wat ik allemaal zie. En dus dat kan best wel schokkend zijn op het begin. Terwijl uiteindelijk dat gebeurt, zodat je juist kan groeien als mens. En zodat je de waarheid kan gaan zien dat het niet alleen maar dat leven is wat we denken. Het overleven. Nee. Maar goed, ik lul weer heel veel, merk ik. In ieder geval. De vriendschapskaart ligt er ook. Een vriendschap die bijzonder is en heel erg belangrijk is voor jouw groei, die heeft ook met dit alles te maken, met dit hele verhaal wat ik net zei. Dus het kan zijn dat je, dit is best wel toevallig dat deze reading op deze manier gaat, maar dat laat ik even voor mijzelf. Dus een vriendschap die je aan je naar je hart echt een hele mooie verbinding die je met iemand hebt. Vriendschappelijk. Het kan zijn dat de ene persoon op een bepaald bewustzijn zit. Nog van die illusionaire wereld. Die zwart-wit wereld. En dat je daardoor niet meer helemaal op een lijn zit. Dat zou kunnen. En dat kan ook het gevoel teweeg brengen. Dat je jezelf niet in je kracht voelt staan. Maar dan is het des te belangrijker dat je probeert dat je niet te veel aan te trekken wat er buiten jezelf gebeurt. Of wat mensen zeggen buiten jezelf. Maar dat je dan eens gewoon dicht bij jezelf probeert te zijn. En te kijken van, als jij je voelt dat jij niks fout doet. Of dat jij eigenlijk probeer de vrede in te vinden. Ik vind het heel lastig om de boodschap over te brengen. Sorry als het allemaal onduidelijk is. Misschien dat er ergens toch iets begint te dagen of zo. Van wat ik nou eigenlijk over wil brengen. Ik heb daar wel vertrouwen in dat dat zo is. Maar ik zeg wel dat ik het moeilijk vind om de boodschap over te brengen. Dit keer bij jullie tweelingen. Daarom vraag ik even een extra. It's you time. Dus het is tijd nu voor jou. En dat jij in je kracht gaat staan. En dat je gaat zien hoe mooi je bent. Hoe bijzonder je bent. En dat jij die illusie die jij buiten jezelf ziet. Of alle nare dingen die er gebeuren. Dat je dat allemaal wat meer kan laten zijn. Gewoon. Zonder je daar helemaal door op te vreten of boos over te worden of verdrietig over te worden of gefrustreerd. En dat je de ander iets duidelijk wilt maken en het lukt maar niet. Dat is ook niet, dat hoeft niet meer.
Je hoeft je daar niet bezig mee te houden. Je moet je met jezelf bezighouden. En met jouw geluk. En gaan onderzoeken van, wat zijn nou de dingen die me niet blij maken? En dan echt naar jezelf kijken. Dus niet wijzend op alles om je heen wat niet goed gaat. Maar van, oké, dat werkt gewoon niet op die manier. Hoe zou het wel kunnen werken? Dus in mogelijkheden denken. In mogelijkheden gaan denken. Want jullie zijn zulke lieve mensen, vooral echt gewoon veel te lief zijn jullie. En daardoor raak je de connectie met jezelf, die raak je gewoon helemaal kwijt, omdat je helemaal in de ander, je wordt helemaal één met de ander. En daardoor weet je niet meer wat van jou is of wat van de ander is. En dat is echt het belangrijkste boodschap nu, dat je... De mensen om je heen, dat is er allemaal, maar laat je niet meer zo erg raken door wat anderen zeggen, doen, denken. Dat is het punt, zeg maar, dat jij je daar zo door laat raken. Dat mag je om gaan draaien. Dat je dus zelfverzekerd en zelfvertrouwen gaat kweken voor jezelf, dat no matter what anderen ook zeggen, dat het... Dat jij bent wie je bent en dat dat goed genoeg is. En dat je je niet meer zo laat kwetsen door wat andere mensen zeggen of denken. En dat de waarheid in jou zit. Jij weet jouw waarheid. Als iets niet klopt wat iemand zegt, dan is dat zijn probleem. Laat het buiten jezelf. Laat het buiten jezelf. Ga het niet allemaal op je nemen. Dat hoeft niet. Dat mag zelfs niet. Je moet nou... Jij bent belangrijk. Jij. Het is jouw tijd. Nu. Dus jij moet jouzelf als prioriteit maken. Nu. Augustus is een mooi begin. Een mooie maand. Zonnig. Je mag jouw zonnetje gaan laten stralen. En de mooie, krachtige persoon gaan zijn die je bent. Zo mooi. Mooi en lief en kwetsbaar en gevoelig. Laat je niet meer door alles buiten jezelf of jouw kijk op de wereld neerhalen. Ga het mooie zien, het positieve. En vooral ga in mogelijkheden denken en niet meer in onmogelijkheden. Dat was de boodschap voor jullie. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik wens jullie een hele fijne, mooie maand. Ga genieten. Ga... Liefde voor jezelf voelen. Ga jezelf in nummer 1 zetten. Dan komt de rest vanzelf. Dikke kus.